Dan word je niet dronken. Met een paar kilootjes minder het nieuwe jaar. En dat willen we bijna allemaal wel. En daarom begon onze Fatima al eind vorig jaar met haar goede voornemens. Dus terwijl wij ons nog ongelimiteerd vol propten, ging zij, jawel, sportvasten. Iedereen gaat zo lekker aan de taart. En ik lekker niet. Ja, voor Fatima is het heel even niet de most wonderful time of the year. Want uitgerekend op tweede kerstdag begint ze al aan haar goede voornemens. Een paar kilo kwijtraken door te gaan sportvasten. Wat is sportvasten? Want ik wil graag kilootjes kwijt. En zo na de kerst leek me dat een goed plan. Ja. Maar wat moet ik dan gaan doen? Nou, sportvasten is een training van 10 dagen waarin je lichaam traint om te switchen van suiker naar vetverbranding. Nou, dat klinkt veelbelovend. Maar voordat ze kan beginnen, moet Fatima toch eerst door de test. Even kijken hoor, hoe ziet het eruit? Afbouwdag 1. Dit is eigenlijk wat ik ga eten zo. Twee stukjes fruit, 250 ml vruchtensap en twee voedingssupplementen. Het lijkt appeltje eitje, of eigenlijk appeltje sapje, maar het programma begint toch wel zijn tol te eisen. Oh jongens, wat een hel is dit toch? Wij zien dat ik gaar ben. Slecht slapen, ik heb pijn aan mijn benen. Tijdens die 10 dagen sport je iedere dag ongeveer 30 minuten. En je neemt voedingssupplementen. Lunch, alleen nog maar sapjes en mijn supplementen. En dat sporten? Wanneer? Ga ik me dan niet heel erg relaxed voelen? Op zich kan je prima een half uurtje sporten. Ik had dus echt geen zin om hard te lopen. Je zal merken dat het misschien wat zwaarder wordt als je niet eet, maar het is goed vol te houden. Eens een topsportster, altijd een topsportster. En dus kun je altijd een tandje extra bijzetten. Je doet het beste als je precies het protocol volgt. Oké. Okay. Dus het is niet zo van minder is beter. Oké, okay, nou ja, ik dacht ik ga er dan ook volle bak voor. Ik heb het zwaar. Ik ben een beetje zweterig. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb gisteren, nadat ik ook had hardgelopen, heb ik ook nog getennist. En dat was me eigenlijk afgeraden, omdat het best wel snel te zwaar kan zijn. Kan je dit ook 20 dagen doen? Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Lijkt me verstandig. Je bent nu op dag nummer 7. Dus je moet nog 3 dagen volhouden. Ja, maar nu heb ik opbouwdagen. Ja, precies. Nu ga je langzaam weer hapjes eten. Ja, want ik heb 3 dagen inderdaad aan de sapjes gezeten. Nou ja, 4 dagen eigenlijk. Maar je hebt 3 afbouwdagen, 3 echte vaste dagen. Dat je dus echt 3 keer 100 milliliter per dag aan vruchtensap drinkt. Of je mag het vervangen met tomaatsap, dan mag je 3 keer zoveel. Woehoe. Ja, en je moet elke dag 30 minuten cardio doen. Rustige cardio. En ik dacht, ik ging op die loopband staan. Dat kan jij, sportvrouw. Ik ben niet echt een duursporter, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik dacht, een half uurtje hardlopen. Ik heb thuis een loopband. Half uurtje op 10 kilometer per uur moet wel lukken. Hij ging steeds lager. 7 kilometer per uur. Dat kan je bijna wandelen. En dat vond ik zwaar. Ik dacht echt, wat is dit? Want mensen hadden gezegd, het wordt zwaar. Maar is dat wat jou het meest is tegengevallen? Dat je gewoon je eigen prestaties minder worden? Nee, meer dat ik me zo... het voelde echt als de hel. Ik heb natuurlijk Expeditie Robinson gedaan. En dat vond ik ook verschrikkelijk qua hongergevoel. Maar nu in het echte leven heb je ook al die verleidingen. Nou was het ook misschien niet het slimste idee om het dan op tweede kerstdag te gaan starten. En dan gisteren met oud en nieuw met iedereen die aan het eten was. Ja. Maar ik ga de 4e naar de Bahamas voor poker. Dus ik dacht, dat is precies mooi ertussenin. En wat Quinty net zei over goede voornemens. Ik dacht, je kan het ook gewoon een keer doen als het niet na 1 januari is. Maar beklijft het wel? Of ga je... Dat hangt helemaal van jezelf af. Dit dieet gaat erover dat je eigenlijk van suikerverbranding de switch maakt naar vetverbranding. En om dat te doen moet je tijdens dit dus ook cardio doen. En om dat vast te houden, want het lichaam kan ook weer terugswitchen naar suikerverbranding, moet je eigenlijk wel let op je koolhydraatinname. Of je kan bijvoorbeeld 1 dag per week gaan vasten. Of 1 keer per maand 3 dagen. En dat de rest van je leven. Ja, maar je moet het volhouden. Maar de struggle met gewicht is de rest van het leven. Zien we daar het diner van Fatima Moreira de Meijer van vandaag? Dit is echt de hemel. Dit is 150 gram gekookte kabeljauw met 200 gram broccoli. En hoeveel kilo ben je kwijt nu? Ik ben nu 4 kilo kwijt, waarvan 2,5 kilo vet. Maar ik snap het niet als ik naar jou kijk, dat meen ik echt. Dat ze zo wil afvallen. Ja. Dat je wil afvallen. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, je ziet het echt aan. Het ziet er hartstikke mijn goed uit. Mijn buikomvang, mijn buikomtrek, 10 centimeter Het heeft er toch wel 10. Geholpen. Dat was echt sick. Maar goed, ik ben er heel blij mee en ik moet nog 10 dagen. Dat je het zo volhoudt. Ik vond het wel waard. De hel, maar het is wel. Jij hebt het ook gedaan. Ik heb het ook gedaan. En? 2 keer. Heel lang geleden. Ik ben klein dus niet. Heel lang geleden erbij. Het is de hoogste tijd weer. Dankjewel. Ik heb een hapje.